Oké, nou, begin even over vernieuw voor het videootje. Als je dus een product hebt, dan kom je dus op deze pagina terecht. Standaard staat het tabje op algemeen. En omdat dit een variabel product is, dus een product met meerdere variaties erin, zoals je hier kunt zien, is dit een product met meerdere variaties. Gaan we nu een extra variatie gaan we aanbrengen. Dus in dit geval is dat een nieuw evenement. Daarvoor gaan we naar eigenschappen. Deze staat standaard, staat die ingeklapt. Dus zo zullen we hem altijd aantreffen. Die klappen we uit. En nu gaan we een evenement aanmaken. En elk evenement wordt gescheiden door een pipe. Dus dat is een streepje omhoog. En daar voeg ik nu even een nieuw evenement aan toe. Het belangrijkste aan dit is wel dat toon op de productpagina en gebruik voor variaties er wel altijd staat aangevinkt. Want dan kunnen deze producten ook weer gekoppeld worden aan overige producten in de variaties. En de variaties, daar ga ik dus nu naartoe. Hier zien we dus de variaties die op dit moment worden aangeboden. Dus in dit geval van 3 oktober en Wednesday 22 augustus. En daar willen we ook nog 4 oktober aan toevoegen. Wat we daarvoor doen is een variatie toevoegen. En dan zeg ik ja. Kijk, hier kunnen we dus een nieuwe variatie toevoegen. Deze stonden er al in en deze is er nieuw bijgekomen. Wat we nu alleen hoeven te doen is event 4 oktober toe te voegen. Ja. Nou, dan zijn we er nog niet. Ja, want ik zie dat de volgorde een beetje gek moet. Ja, we kunnen de volgorde aanpassen. En dat is vrij gemakkelijk. We kunnen zeggen bijvoorbeeld 22 augustus die gaat bovenaan. Gevolgd door 3 oktober en als laatste 4 oktober. Daarvoor kunnen we met onze muis naar dit hamburgermenuutje. Er zijn 3 streepjes boven elkaar. En dan kunnen we als het ware gewoon het evenement verslepen. Dus we gaan erop staan. Dan wordt onze muis een kruisje. Dan klikken we op de linker muisknop en dan trekken we hem als het ware naar de plek waar we hem toe willen. Nou, we kunnen ook per evenement kunnen we eigenschappen meegeven. Als het zijnde de prijs kan veranderd worden. We kunnen daar productartikelen aan koppelen. Nou, in dit geval maken we eventjes alleen de prijs. Hangen we daar een andere prijs aan. Zoals je hier ziet staat evenement 3 oktober op 100 euro. En 200 euro staat er op woensdag 22 september. En als test maak ik hier nog 300 euro van. Dus nu hebben we 3 evenementen met 3 verschillende prijstarieven. 100, 200 en 300 euro. Ik heb op de knop bijwerken, of op de knop wijzigingen opslaan heb ik geklikt. Ik zal hem altijd ook voor de zekerheid op bijwerken klikken. Dan weet ik namelijk altijd 100% dat die gewoon goed werkt. En als we dus nu naar, even kijken, naar dat evenement toe gaan, dan moeten we hem alleen nog even wijzigen, of refreshen. En dan staat er als goed bij evenement, staan er 4 evenementen. En die variëren dus van 300 tot 100 en als goed 200. Ja. Nou, zo voeg je dus een nieuw evenement toe. Ja. Was dat duidelijk, mevrouw de Jong? Ja, super. Oké, dan ga ik voor nu eventjes het filmpje eventjes stopzetten. Het instructiefilmpje, want anders wordt het wel een heel lang filmpje. Ja, helemaal goed. En zo. Vent.